De bouw van de Prins Klausbrug is in volle gang. Vrijdagmiddag werden de pijlers die de brug ondersteunen geplaatst. De 120 meter lange brug moet een verbinding worden tussen de stadswerven en de binnenstad. Het wordt een beweegbare brug voor voetgangers en fietsers. Het winnende ontwerp van de brug, die maar zo'n 5 meter boven water ligt, is van architect René van Zuuk. De brug kost zo'n 13 miljoen euro, zo'n 3 miljoen euro meer dan in eerste instantie de bedoeling was. De oplevering van de brug is iets vertraagd. In plaats van dit jaar wordt hij half 2021 opgeleverd.